Je kan op dat moment iedereen, je staat in de kijkers, iedereen kijkt naar jou. Je kan niet zeggen van, ik wil terug naar mijn kleedkamer. Dat kan gewoon niet meer. En dat is het voor mij het moment van uitbarsten. Het moment dat ik naar die ring moet, barst ik gewoon helemaal. En dan ga ik helemaal uit mijn dak. Dan word ik echt. Dan is voor mij dat is echt voor mij het lekkerste moment van de wedstrijd. En dan sta ik in die ring. En dan is het allemaal weg. Speciaal applaus voor de one and only. Op het lichaam trappen, gewoon lekker links. Hey! Zo ja, maak je punten bij de gewoon. Ontspannen. Ja, is goed. Nog één op zijn bek dan. Hou je concentratie. Ga genoeg gespeeld, hè. De rest ga je beginnen. Ja, die staat recht op zijn bek. Op die kaart, gaat hij nog een keer. Hey, goed. Ja, hij is gewoon in de goot. Ja, weer op zijn bek. Die staat er weer op. Ja, hij kan steeds die knie. Hij had een gozer door, hij had drie keer die knie op zijn bek gaat. En weer, loop maar. Oké, nou verder dan de reacties van het laatste gala waren erg goed, wat ik gehoord heb van de mensen. Ja. Ik merk wel, je wordt steeds bekender. Ja. Je gaat nu een beetje echt een toppetje worden. De jongens gaan om je heen draaien. Er komen ook verkeerde jongens om je heen. Ik bedoel, ik heb het al eens een keer eerder met je gehad. Laat je niet gek maken. Het zijn vaak jongens met heel veel centen. Die het vaak niet op de juiste manier hebben verdiend. Maar dat is hun probleem. Wie zijn wij om daarover te oordelen? Maar dat jij je absoluut niet gek laat maken. En zeker niet gebruiken door dit soort knapen. Kijk, ik ken iedereen in die stad. En ik zie wel eens mensen. Die zinnen me niet zo. Ja. Maar ik denk dat jij verstandig genoeg bent om dat te weten. Dat je niet het korte termijn werk doet. Nee, zeker niet. Oké, nou dan spreken we af. We gaan beginnen maandag weer met de training. Yes. We gaan rustig aan, eventjes kijken hoe zich dat houdt. Licht sparren met die jongens. En naarmate de week gaat, ga ik het tempo opvoeren met je. Kijken je conditie, kijken je gesteldheid. En dan maken we samen een afspraak wat we gaan doen. Ja? Oké, heel goed jongens. Wat is het? Het is er met. Waar was je verleden week? Het is een bloedzware partij. Wat denk jij nou? Ik bedoel, dan kun je wel die ring insturen, maar als je zo als ik nu dat je twee keer zie over de hele week, dan is het voor mij natuurlijk ook geen plezier om te zeggen, jongen, vecht en ik sta erachter. Het is niet alleen het spelletje winnen of verliezen, het is ook het spelletje op je kop krijgen. He, dat je een pestompen krijgt en ik ben verantwoordelijk voor je. En direct naar je moeder toe, je weet hoe je moeder is, je ouders, die zijn bezorgd.
En dan heb ik een half getrainde jongen tegen een hele goede jongen. Het is een toppartij, geloof mij nou, want ik hoor haar trainen zich te pest. Jij bent misschien talentvoller, maar je moet het wel met trainers zien te bereiken. He, we zitten er nu vlak voor, we hebben nog maar 2 weken. Wat denk je eraan te doen? Zeg je van nu naar Sen, ik ga er nog tegen elke dag, want anders hoeven we het niet eens die partij te laten doen. Zeg ik eerlijk. Nee, we gaan er gewoon voor toe. Maar kom je trainen vanavond dan? Als je nu niet elke dag traint, sta ik niet achter je. En kun je van jezelf gaan vechten en dat meen ik echt, bij de, je weet het. Ik heb een zwak voor je, je bent net als een zoon voor me. Dat heb je al vanaf dat je klaar was bij me. Ik heb je vaak genoeg uitgelegd waarom. He? Het is niet, je moet niet denken, ik ben er omdat je nou al je partijen wint op knock-out. Zo zit het niet in elkaar. Zijn voorbereiding was echt niet goed. Ook de Ramadan wat hij heeft natuurlijk, dat hij niet goed kan eten en zo. Maar hij staat weer een partij te knokken nu op die zakken. Het is ongelooflijk, echt waar. Ik sta er versteld van. Hij heeft iets wat toch maar heel weinig jongens hebben, hoor. En als hij echt zo doorgaat, dan is het een van de grootste jongens die we ooit gaat hebben. Dus dat doe je het voor. Dat kan je niet vertellen bijna hoe fijn je dat vindt. 4. Darkness, the world of demons. Look around you. They're everywhere. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Nederlands kampioen. Ja, tuurlijk. Ja, man. Dus ja. Ha? Ah, we hebben 3 knock-out. 1 voor de tweede ronde, 1 voor de eerste en 1 voor de eerste. Ja, maar voor de rest alles goed. Ik heb het niet gezegd. Nee, is goed, man. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Oké, bislama.